Ze kan toch een paar frietjes eten, hè? Ze bieden alles koud. Niemand heeft gezegd dat dat vlug voorbij zou gaan, hè? Ja. Schat, we zijn 14 dagen van huis geweest. En op die 14 dagen, hè, heeft ze niks, hè? Niks van initiatief of fut getoond. Niks van emotie, niks. Ik wil nog niet zeggen dat we niet alles geprobeerd hebben, hè? Nee, en je doet dat goed, echt waar. Ja. Alleen, geef dat wat tijd, hè? Gewoon, laat er gewoon nog even, hè? Je hebt zo op. Terwijl, dat ding is niet eens aangesloten. Ik zeg het toch, laat het even doen. Hè? Je kunt zo hard rennen als je wil. Ver zal je niet geraken. En als je dan hem moet te pakken hebben, steek ze één voor één binnen in de mond. Kraak! Noah stopte mij niet verder. Hè? Dat boek moest dan nu weg. Oh. Ja, maar die ga je nog dicht doen, hè, vanavond. Oh, kom maar, schatje. Beetje griezelen, kinderen die moeten griezelen. En af en toe een beetje plezier ook, hè? Baba Yaga, Baba Yaga, jongens, wat is dat hier allemaal? Is dat hier allemaal? Ja, sorry, madame. Wat dat? Zwaans na een pakken, smet het in de vaart. Scheid na de rijgen. Zit dat fritten niet eens op. Hallo? Hallo? Kunnen niet klappen? Kunnen mij... Hallo, Tokio? Hallo, Tokio? Ali, maar... Nee, Hendrik. Wat? Ja. Halima! Dat werkt niet, jongen, dat werkt niet. Oh, geweldig. Echt geweldig. Lekker thuis komen, frietjes steken, kan helemaal niks mislopen. Gezellig, fijn, iedereen tevreden. Alima, waar zijn jij, meisje? Waar zijn jij? Waar heeft Belinda? Wat? Ik heb juist de scheet gelaten. Niet meer dan hè? Dat is nou een goed idee. Nee, jullie hebben al veel te veel gedronken. Pintje! Ambiance, ambiance, ambiance. Als het weekend is,
Pintje. Nog een pintje. Je gaat geld aan? Nee, geen pintjes niet meer. Kom maar, ik kan het kunnen weten, hè? Waar zijn die pubers toch allemaal? Dat is hier normaal gezien chockvol met hun daksjes en XBMX'jes en dat geen dat je op zo'n plank staan en zo. Hoeveel baard? Ga zelf zelf een overbaard. Ja, nee, aan uw frieten ligt niet eens, hè. Maar het is hier inderdaad wel rustig, hè. Tjoep, tjoep. Tjoep, tjoep. Tjoep, tjoep. Tjoep, tjoep. Sindsdien is dat allemaal helemaal anders, hè. Geef mij een story en een zat keffer. En ik ben entertained, hè? Voor heel de avond. Zeg, hij moet wel ambetant zijn, hè? Zo'n dochter dat doofstom is. Nee, nee, Alima is niet doofstom. Nee, ze is niet doofstom. Nee, ze hoort niet. Ze is niet stom. Ze hoort alleen. Misschien voorgoed. Er is een ongeluk gebeurd. Nog niet zo lang geleden, eigenlijk. We zijn er nog van aan het bekomen, hè, jongens? Zeg, had jij nog mini-loempia's? Mini-loempia's? Mm. Ah. Hij zet er zo een. Mini-loempia's. Oké. Dat ik je gevonden heb, zeg. Dat je chance hebt dat ik je... Dat jij chance hebt dat ik u gevonden heb. Hè? Sorry. Nee. Stoffer. Hè? Zo. Pardon? Dat is misschien wel nodig, ja. Wacht even, dan gaan we... Wat denk je? Goed? Alima? Wat doe ik nu weer verkeerd, zeg? Thank you.
Liefke, waar zit jij nu? Bel mij, oké? Baba Yaga. Hou kop. Jaga weg. Merkwaardig. Uiterst merkwaardig. Uiterst is het perfecte woord voor deze opmerking. Absoluut. En ineens, woem, alle fritten de lucht in, hè. Nu ga ik ze allemaal moeten oprapen. Ja, maar wacht, mevrouw, ga nu mij toch niet vertellen dat je al deze net op de grond gevallen, versgesneden, één keer gebakken, hygiënisch onverantwoorde frietjes nog gaat serveren aan de kant. Nee toch? Dat zou uiterst indruisen tegen 7, 8 als je van lokeren zet. Ja, zeker. 9 in Brugge. 9 in Brugge. Wetten omtrent de voedselveiligheid, hè? Van de horecazaken. Dat zijn ernstige gasboetes, dat zijn zeer ernstige gasboetes, daar kan je van op aan. Dat is zeker zo. Want ik heb hier gedacht, wat tof vrienden eigenlijk. Wat is dat? Wat zit er daarin? Maar zo vaart de voedselveiligheid niet, hoor, juffrouw. Zo vaart die niet. De voedselveiligheid, mevrouw. Ja. En we gaan ook een keer met een hartig woordje praten, mevrouw, over uw terrasuitstalling. Want me dunkt, we leven hier toch niet meer in het jaar 2002, ja. Denk ik, hè? Tenzij u natuurlijk een tijdsreiziger bent, juffrouw. Bent u een tijdsreiziger, mevrouw? Ja? Heb je een vergunning voor het beheersen van tijd? Of heb je wat, dat is een grapje dat ik maak, hè? Tijdsreizen bestaat niet. Met alle respect, collega Bekke. Maar dat weet u niet, hè? Dat vind ik zeer interessant voor een vermogen discussie. Maar ik stel voor dat we die voor in de moment dat onze pauze is ingelaten. Dan is deze apparatuur. Correct, ja. Correct, collega. Met excuses voor mijn onbekwaam. Onbekwaam, weet je, inderdaad het juiste woord. Dat vind ik inderdaad precies. Je was even onbekwaam van jou, maar dat niet, hè? Hey, we gaan er gewoon zelf over. Ja. De hond, dat is wat je denkt, wat je weg heeft. Overrijden. Even goeie vriend. Overrijden. Ja, dat is klaar, hè? Oeh, hoi. Ik ben ook klaar. Hallo, met agent Brikimme. Spreek alstublieft. En? Mevrouw, alles goed? We zijn volop bezig. Hebben jullie wat voor mij? Het is kwartier, dat we nog iets hebben gedaan. Pak fiet niet? Moesten zijn een grote pak fiet met mayonaise? Mevrouw, bent u eventueel geïnteresseerd in een heerlijk pakje friet met mayonaise en een frikandel speciaal? Of de viandel? Citrostek. Jullie godverdomse idiote olieflappen! Mevrouw? Kan je een chicken zijn? Zet op hang. Zeg je nog? Ik weet niet, ja. Ze zijn niet vegetarisch, vraag ik mij af. Een bami schijf is toch vegetarisch? Ja, collega, maar het is natuurlijk wat scheef, hè. Iets is scheef. Ja, het is wel niet erg. Iets is scheef, hè. Niet dat ik je dromen wil doorprikken. Maar laat ons eerlijk zijn. Een Messi zul je toch nooit worden. Is dat een sketchje? Eetje met pistool! Zo. Weer zo'n typisch geval van hangjongeren. Een kapstok hangt, een schilderij hangt. Maar de jeugd hoort niet te hangen. Maar jullie zijn geen kinderen. We zijn toch gekidnapt? Maar jullie zijn geen jeugdig gespuis. Klee! Zien die eruit als kinderen? Waar ben ik met dronkaards? Zin is dat. Neem die twee drankorgels mee en breng mij wat ik wil! Thank you.
Goedenavond. Kan ik u helpen? Baba Yaga, Baba Yaga. Wacht eens even. Ik had u daar gemakkelijk mee kunnen helpen, hè? Aha. Wat? Jij gaat vrijdag toch mee, hè? Dit is die tweede initiatiecursus gebarentaal. Ja, ja, ik weet het. Jezus, jongens. Dat is allemaal nog nieuw voor ons, hè? Ik kan amper Frans spreken. We moeten nu ineens gebarentaal gaan leren. Je dochtertje. Ja, dat kan ook, ja. Nee? Je gaat toch niet voor de rest van je leven met de Macarena blijven communiceren, hè? Denk je? Nee. Is goed, ik zal het proberen. Hè. Nee, is goed, ik zal het proberen. Ja, gaan we naar boven. Zeg, wat zit er allemaal in, zeg? Ik heb al geklopt, hè? Naar het binnenland. De voorbije weken werden steeds meer verdwijningen van jongeren gesignaleerd. Trekpleisters zoals jeugdhuizen en skateparken lopen helemaal leeg. Er is tot op heden nog geen duidelijke verklaring voor dit onrustwekkende fenomeen. De woordvoerder van de politie roept op tot kalmte en rust. Showbiznieuws dan. K3 beklimt de K2.
ter promotie van een nieuwe album, Op naar de top. Ik mis mijn mama. Alleen. We zijn zo alleen.
Ja, Kriek. Verse vangst. Die hangjongeren van de supermarkt waren alvast een goed begin. Kriek, wat doet de braafste prinsesje hier in mijn bureau? Weet je dan niet waar wij naar op zoek zijn? Wat? Is ze niet proper genoeg? Is dat het? Klein prinsesje heeft duidelijk ambities. Ambities bij kleine meisjes, dat kan iets gevaarlijk zijn. En dan gaan we daar iets aan doen. Geen zorgen, mijn kind. Ik ben niet kwaad. Alleen teleurgesteld. Gaat ze nog kunnen zingen? Maar het is een misvatting dat dove mensen niet meer zouden kunnen spreken of zelfs niet meer zouden kunnen zingen. Maar ze moet natuurlijk opnieuw controle krijgen over haar stem. En daar zal ze zich comfortabel moeten leren mee voelen. Noah. Papa. Mama. Eli. Noah. Mama. Mama. Eli. Dat ze de flikken heeft gebeld.
ons pijn wil doen. De flikken! Politie. Geen kap. Er is gebeld voor een indringer. Een gevaarlijke indringer. Een gevaarlijke indringer. Een kale gabber met slechte smaak of zoiets. Ah, ja. Oh, die is al weg. Oh, die is weg. Die is weg. Ik denk dat die onder invloed was. Ik kwam binnen, strompelde door onze keuken, kost in de ijskast, nam zijn chips mee en is er dan vandoor gegaan. Focus. Ja. Naar waar is hij gegaan? Gewoon hier. We gaan naar achter, hè? Ja. Ja, maar als ze zijn kop laat zien, geef ons een belletje. Hè. Moesten we hem pakken? Wil je een klacht neerleggen? Oh, wel, dat hij onze ijskast opkuist. Ja, de frigo. We hadden contact, hè? Dispatch van Alpha, wij zijn in de Breitenstraat nummer 3 in achtervolging van een mogelijk geïntoxiceerd persoon. Manspersoon, kaalgeschoren, ongeveer 1,80 meter met kleurrijke kledij. Centrum. Hij is vertrokken richting centrum over. Ja, ja, ja. Kijk daar! Ja, amai, we gaan even mijn houten stilo. Ja, ja, ja. Moet hem bovenal. Ja, ja, ja. Ja, zware overtreding. Ja, zware voet, collega. Hier, kijk. Oh, laat me even tijd. Ja. Hola. Oh, daar hebben wij spak persoonlijk af. Van mij gefletst. Van mij gefletst. Geen nummer plaat! Geen hoornlaat! Ja, kom! Ja. Geen hoornlaat! Centrale, centrale! Agenten Pinoet en Brieke. Excuseer, collega, het is Pinoet. De verdachte in de wagen manifesteert zich in de vorm van... kletskoppen in training. Ja, kletskoppen in training. Kletskoppen in training. Habbers! Habbers in training. Het zijn habbers. Centrale, het zijn habbers. Ja, habbers. Ja, oké. Okay, ja. Over. Ja, over. Ik heb over en zeg. Dat is goed. Ja, over. Ja, kom. Haas hier. Haas hier. Ja, kom. Kom maar, met even toppen. Oh. Naar vooruit. Ja. Oh. Vooruit. Even aan. Ja. Dat is goed, ja. En geef maar, ja. In het eerste voetje lossen. En recht. Ja. Voetje lossen. En recht gewoon. Afgeef, Maria. Collega. Het gaat denken, collega. Misschien kunnen ze geen Nederlands. Nee. Hey? Misschien kunnen ze geen Nederlands. Ze kunnen geen Nederlands. Doe over. Te maken met een gevaarlijke soort allergie, collega. Niet te werken. Ik heb mijn tong gebeten. Mijn excuses voor deze verbale uitval, collega. Geen probleem, collega. Begrijpelijke reactie. Oh. Ik doe hier een waarschuwing voor ongepast gedrag. De ellen op het korps. Dank u, collega. Ik zal het zo spoedig mogelijk in orde maken. Collega. Ja, Pinoa. Dat... Wat is hiervan zeggen dan? Op de bureau? Zouden we de collega's ons al missen? Dispatch, meerdere kaalgeschoren in de duin met jouw kleurrijke
Echt, collega? Het ziet er naar uit dat onze boosdoeners, de happers, nog steeds hun wanpraktijken kunnen uitvoeren. Denkt u, ex-collega, dat ze mij weg zullen geraken? Als het van mij afhangt, niet. Nee. Maar, meneer Briquet. Ja, meneer Pinoir. We zijn onze penning kwijt. Zometeen moet ik hier de wet in eigen hand nemen. Om het grote geheel. Ja. Handhaven. Het is tijd. Het is tijd dat we Cordelia in de gevaar. Schuld ze nou, meneer de alien. Ze durft gewoon niet. Maar je mag ook weggaan natuurlijk hoor. Maar er komt hier nooit iemand voorbij. Blijf hier nog een beetje alsjeblieft. Ik weet het hoor, ik ben niet goed hè. Zo bij de eerste indruk, maar ik ben een hele brave jongen.
En komt hier nooit iemand. Weet je, zelfs de postbode komt niet meer. Omdat ik hem wil tonen hoe mijn vlammenwerper werkt. Ik was prikkelend enthousiast. Blijf je nog een beetje. Alsjeblieft. Ik weet het. Ik weet het. Tja. Tja. Ik ga jullie een rondleiding geven. In Jerryland. Ja, ga je mee? Jerryland. Een land van pracht en praal, vervaardigd uit schroot en metaal. Een rijkdom aan rommel, zoals Jerry's wonderlijke waterwereld. Welke mysteries liggen verborgen op de bodem van deze vijver? Tjoek, tjoek. Jerry Strijder avontuur, zeker meenemen, zeker doen. Een spectaculaire rit rond het domein. Tetanus spuitje inbegrepen, maak je geen zorgen, komt in orde. Eindigt de dag in Jerry's doldwaze doelhof. De uitgang. Die had ik toch eens moeten bouwen. Ik begrijp het wel hoor. Een pretpark is misschien niet zo prettig, hè? Maar ik wil gewoon vrienden maken. En niemand wil mijn vriend zijn. Voilà, dat is ook weer in orde. Zeg, kom je nog terug? Hey, om een nummer te vragen bij de opening van Jerry's Winterland. En vergeet me niet te aden op Facebook en mijn boek en WhatsApp en zo. Hey. De hashtag is Jerry. Oké, okay, zo daarin. Ja, zit maar in. Eén. Hij heeft geetje geladen? Ja, zeer correct, ex-collega. Uw neus staat u niet te deur. Wat heb je hier, zeg? Wat voor een geur? Kom, zit maar in. Begint je? Ja. Ja, we zijn vertrokken. Ja. Ja, we zijn vertrokken. Cordelia zijn. Ja, dag mevrouw. Alles goed? Mevrouw, hallo. Wij zijn een paar zeer interessante exemplaren op spoor gekomen. Ja, zeer interessant. Ah, eindelijk. En hoeveel exemplaren heb je tot last? Hoeveel? Vier. Het zijn er vier. Van die kletschop. Van die happers. Kletschop, ja. Perfect. Dan zijn de quota behaald. Ik notificeer de broeders en zusters. We komen bijeen. Het werd tijd dat jullie je steentje bijdroegen.
ik begon jullie lidmaatschap al in twijfel te trekken. Hey, wacht, mevrouw, er moet hier helemaal iets getrokken worden hoor. Nee, dit is gewoon. Behalve mijn wc. Behalve mijn wc. Dat is volgende week. Ja, maar volgende week is volgende week. Ja, dat is allemaal. Even last. Maar maar zeer interessant exemplaar, hoor. Zeer interessant exemplaar. Dat mag ik wel zeggen, hè. Mevrouw? Anders, hallo? Hallo? Mevrouw? Zet op hang, denk ik. Zet op hang, zet op hang. Het gezet van mijn wc. Is het dan? Ja, het is net. Het is goed, het is goed. Ik heb een paar keer gezegd tegen mij van wc stand, hè. Hoe zeg? Spannend! Hela, ba! Jawel? Wat is de zin toch? Wat zijn we hier van plan, zeg? Stalken is een misdrijf, hè? Dat je nu een viervoeter bent of niet. Dat is een boete van minstens 65 euro, hè? Minstens 65? Mag ik er maar 75 van, collega? 75? Kom, haast maar allemaal paspoortjes en identiteitskaarten. Ah, dat is fijn. Dat is een zombie. Ja, zombie spreetjes. Peephoek. Ja. Lekker. Met extra peper. Niet echt mijn favoriete snack. Het is natuurlijk wel boordevol omega-3, hè, Harry?
Kom, Riek, we zijn graag een actie willen schieten. Nee, we moeten op missie. Collega, als wij gaan, ha, even. Geachte collega's, parkeerwachters en politiemannen, tandartsen en turnleerkrachten, bedienden en bibliothecarissen. Wij zijn hier samengeroepen uit liefde voor de wet. Wij zetten de puntjes op de u. Wij regelen de regels en wij weten de wet. En dan heb je het gespuit. Jullie kennen ze allemaal. Die dwarsbomers, die onnodige anarchisten, die wetbedervers. Ze breken elke wet, maar ze zijn klaar. Geen respect, geen dankbaarheid. Altijd maar op zoek om ons er slecht te doen uitkomen op de sociale media. Ja, altijd de gezagen geklaag over mijn boor. Het is heel simpel, hè. Poetst je tanden 7 keer per dag en heeft nooit meer snoep. Zo moeilijk is dat niet! Ja, en het huiswerk, dat moet ook gewoon gemaakt worden. Het kan mij niet schelen dat je een hond hebt die van papier houdt. Ja, hé, hey, kom. Nou, zeg. Ja? Ja? Ik heb trein. Juist. Ja, collega. Kinderen gesignaleerd in Kortrijk.
Correct. Broodje aan het eten op de stoep van de kerk. Exact. En 4 pelkentrekkers. Zeer goed, zeer goed. Op naar Cordelia. Onze bloed is hier. Pinot en Briquet. En tot voor kort daar te maken gehad met dat soort gesprek. Maar, dankzij jullie hebben wij hier vanavond 5 exemplaren. Okay. Door hun wanpraktijken zijn onze broeders hun job als waakzame stadsbewakers kwijtgeraakt. Een nobele bedoeling, maar een misbegrepen zoals altijd. Maar dat is nu verleden tijd. Vandaag treden wij een nieuwe tijd in met striktere regels, met orde, met wet. Vanavond maken wij van onze nieuwe wereld een rechtvaardige wereld. Wij zijn de orde van de orde. Wij zijn stiptheid, netheid, orde en tucht. F-N-O-B. Het staat smacht. Wat blijft er nu? Wat blijft er nu? Het staat smacht. Maar dat is allemaal niet waar, dat is niet waar, dat zijn leugens! Ja, het zijn puntjes tussen, het zijn wel degelijk puntjes tussen, het is genoeg! Het is genoeg! S-N-O-T. Een wereld waar deurwaarders met open armen worden onthaald. Van hier inbrekers, doe iets aan. Dat is een onzin, ja. Wat is dit als? Dat is een OT. Rustig alsjeblieft, alles is onder controle, ja? Rustig. Hallo, met Birgit, met die spreek ik alsjeblieft? Hallo?
Jullie komen jullie fotocorrie hier in, geloof ik? Ze hebben ons gekidnapt. Wacht. Wij hebben een klacht gekregen voor geluidsoverlast van de... Van de buren. Ja, van de buren. Artikel 51 sectie B van het burgerlijk wetboek. Ja, dat is... Klopt. Ja. Juist. We zijn afspreken dat we die boete van €105 binnen de 14 kalenderdagen zullen overschrijven. Is dat in orde? Of? En wat is dat hier van kidnapping en al? Ah, ja, wel, dat is... Het is zo dat... Mevrouw Cordelia... Cordelia. Cordelia? Had dat persoonlijk gevraagd? Cordelia Zen. Zen! Ja, Cordelia Zen. Zit die achter die verdwijning van al die kinderen, of wat? Cordelia Zen. Ja, dat is het. Raar is het dan. Heeft zij er iets mee te maken met heel die cinema hier? Ja, nee, we hebben ook wel hoop. Nee, ja. Ja. Kijk, vanaf nu zeggen wij niks meer zonder onze advocaat. Ah, zo. Wij weten genoeg. Ja, weet je genoeg. Het is ja. Is goed gedaan. Correct vastgemaakt. Correct vastgemaakt. Zeer goed. Ja. Zeer goed. Oh. Noah, Alima. Jawel, wat was er allemaal? Ik kreeg telefoon van de politie. Merci papa, pour de moeite. Ja, mama, papa, dat zijn de aliens genaamd Baba Yaga. Babega, aliens, het is mijn papa, mama en mijn broer. Zij hebben ons dus gered. Aliens? Ja.
Ja, aliens of geen aliens. Bedankt om mijn kinderen te redden. Dank u. Laat het maar allemaal los. Laat het maar aan. Maar het gaat hem niet doen. Excuseer. Bij je volgende wet waarheen die ons leidt, Pinoa. Mooi. Mooi. Mooi gezegd. Dank u wel. Ik heb een beter idee. Mevrouw! Cordelia! Wat als wij nu zorgen dat de wet ons volgt? Dat is fantastisch. Maar de bunker. Bent u dan niet kwaad? Ik ben niet kwaad. Alleen maar teleurgesteld.